is onrustig in de Amsterdamse onderwereld. Klaas Bruinsma is een gevaar geworden voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dat was een goede bekende van andere geliquideerde maffiabazen. Van justitie mag men dan weinig te vrezen hebben, van de onderwereld des te meer. Tegenwoordig vooral bekend vanwege de serie liquidaties die hier heeft plaatsgevonden. De naam van Jan F. dook op bij verschillende onderzoeken naar nooit de beruchte Amsterdamse crimineel Sam Klepper om het leven. Wat kost een huurmoord, liquidatie? Magdi Barsoom zal binnenkort doodgeschoten worden. De onderwereld is in de greep van de angst. Niemand vertrouwt elkaar nog en dat verklaart mogelijk ook een aantal liquidaties. Heineken-ontvoerder Cor van Hout is vanmiddag doodgeschoten in Amstelveen. Bij het verlaten van een Chinees restaurant werd hij van dichtbij met een mitrailleur onder vuur genomen door twee mannen op een motor. Het doorgaans zo rustige Amstelveen werd vanmorgen opnieuw opgeschrikt door een nietsontziende liquidatie. Een van de slachtoffers, de 39-jarige Gilles Yi, is een bekende uit het Amsterdamse criminele milieu. Martin H., oud-politieman, veroordeeld tot 20 jaar cel, werd vanmiddag in Horen met een automatisch wapen van zijn fiets geschoten. Waarom is vastgoedhandelaar Willem Enstra vermoord? Ik dacht naar zijn Amsterdamse onderwereld. In Zandvoort is vanochtend Gijs van Dam junior vlak voor zijn woning geliquideerd. Broer van de in 2002 vermoorde Magdi Barsoom is vanmiddag geliquideerd. Opnieuw een gewelddadige afrekening in de Amsterdamse onderwereld. Na de liquidatie van ex-advocaat Evert Hingst afgelopen maandag is vannacht ook topcrimineel John Mierenmet geliquideerd. Het is onrustig in de Amsterdamse onderwereld. De Amsterdamse vastgoedhandelaar Kees Houtman is gisteravond geliquideerd in ons dorp. De vierde liquidatie in 10 dagen tijd speelde zich af tegen de achtergrond van een kleine jachthaven op de grens van Amsterdam en Amstelveen. George van Kleef verliet net zijn woonboot toen hij door twee mannen onder vuur werd genomen. Is in zijn café De Halle op de Willem de Zwijgerlaan de 50-jarige Thomas van der Bijl doodgeschoten. August Ajuba, hij is een bekende uit het Amsterdamse drugscircuit.